Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik weer iets erg leuks doen. Ik ga vandaag samen met Emee naar Waterloopplein in Amsterdam. En als je mijn Vintage Week hebt gezien, dan ben ik daar al geweest met Emee. En we vonden het echt zo leuk, we hadden echt zoveel gescoord. Dus we dachten, het is veel lekkerder weer vandaag en niet zo koud. Dus we gaan, dus let's go! Jongens, we zijn er. We beginnen bij de Hawaiian shirts. Ja. Ik vind mijn vriend niet leuk, maar ik wil het. Ja. Ik zoek ook altijd voor Zico gewoon. Ja, je weet. Zico, you know. Wel als een wardrobe komt van ons. Ja. Kijk, we beginnen hier. Alles 5 euro. Na. Nou, ik vind net deze. En hij is 20 euro. Van Levi's. Ik vind hem wel nice. Maar er zit een vlek op. Oeh, we like this. We houden echt van graaien en zo. Dus ik begin de zoektocht. Maar eigenlijk mag ik echt geen sweater kopen, want het is fucking zomer, Romanen. Dus, oh mijn god. Daar gaat ze. Juicy couture. Vind ik echt zo. Broekie. Adidasje. Deze is best leuk. Ik vind het zeg maar leuk wanneer een jungle stof, dan wijde pijpen heeft ook. Het is een beetje zo van pantalonstof. Het is echt anders. Ja. En mee? Ja? Nog voor je Nokia? Nog een cover nodig. Look at all this heaven. With an angel. Ja, 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 ja. Dit is onze favoriete kraam. Hij heeft echt hele leuke dingen, dus let's go. We found de Levi's broeken. En ik wil nog steeds deze kleur. Ik wil nog steeds deze kleur. Maar het is niet in mijn maat. Oké, ik heb deze aan. En hij is best wel groot. Op mijn outfitje. I like it a lot. En hij is zo lekker zacht. Het is echt mijn kleur. I love it. Ik weet niet hoeveel die kost. Gaat even gaan. Oké, ik heb het gevraagd. En deze is 20. So yeah. Oh, I love deze kleur. Kijk wie hier is. Deze, ik deze. Oh, hi. Hi. Kom maar uit. Het is 20. Yo, 20 voor een Levi's broek. Ik vind deze kraam echt... Yay. Kijk, Emee en ik hebben onze tasjes mee. Because... Ik weiger gewoon nog een plastic tas te kopen. Because. Slecht voor de natuur. Oh. Ik heb wel dorst of zo. Ja? We ain't got time for that, my friend. Okay, let's go. We ain't got time. Oh, I love this. Ik vind deze blouse best wel leuk, maar 20 euro. Vind ik iets minder. Echt leuk, deze is echt allemaal kort. Zeg maar, ze zijn allemaal, zie je, zo opgerold. Echt allemaal. Heel leuk. Echt vet cute. Ik vind Waterloopplein echt zo chill. En het is ook lekker weer. Niet echt zo lekker, hè? Nee, anders had je al een setje kunnen maken. Ja? Nee. Nol. Nol, deze misschien? Oh. Mmm. Eet van een Wrangler. Met andere denim misschien wel. Ik heb nog nooit zeg maar een normaal t-shirt gevonden. Altijd dit soort dingen erop. Zeg maar nooit, je weet wel, gewoon zo. Een Hard Rock Café. Hoe dit? Dit is oud. Wauw, wat zou met hun gebeurd zijn? We hebben de pitstop. Deze is lumpia gegeten en ik zit gewoon voor de fun erbij. We gaan zo meteen weer door. Maar
We hebben net ik niks te vertellen. Zeg maar. Ik sloeg je net ook al. De tweede keer. Maar net als favoriete kraam. Oh my god. We zijn weer geslaagd. I love die kraam in iemand. Het is zo aardig. En we slagen altijd elke keer. Weet je, ja. Ik zei dat ik die jas bijna nooit heb aangehad. Die Nike jas vind ik zo jammer. Ik pas hem niet, hè? Misschien. Ik kom van jou over. Of dan leen ik hem. Je mag hem. Ik heb echt niks te vertellen. Maar Van Jannes. Van de vorige keer. Oh ja. Als je de vorige keer niet hebt gezien dat we hier waren, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Oh, je moet sowieso, als je van Vintage Shop houdt, kijken naar alle video's. Want dat was dan de video's van de Vintage Week van Romane. Hey. Dat moet ik niet doen. Maar inderdaad, als je het niet hebt gezien, waren zo leuk. Dus best vroeger weer als ze een Vintage Week wilde doen. Maar dan moeten jullie wel allemaal kijken. Want er zit heel veel moeite in. Dus dan moet je wel kijken. Ja, er zit echt veel moeite in. Echt maandenwerk, maanden. Allemaal edelstenen. Maar ik denk dat ze nep zijn. Oh, zo pretty. Maar ik weet ook niet wat ik ermee zou moeten. Gewoon zo, weet je wel. Ja, je kan het naast je nachtkastje leggen. Maar heel vaak edelsteen moet je eigenlijk in je zak doen. Ja. En dan moet je eigenlijk de betekenis eerst opzoeken. Ja, precies. Ja, dat vind ik dan wel belangrijk. Hè? Ja. Trouwens, sorry voor dit. Jullie zien dit de hele tijd. Mijn nagels afgebroken en ik moet sowieso mijn nagels doen. Dus I'm very sorry voor dit. Voor dit. Laten we dit laten. Goed. Oeh, kijk. Van Gogh. Van Gogh. Het ziet er echt super cute uit. Kijk dan. Allemaal schilderijtjes. Goh. Even die muziek horen, maar I like it. Kijk, old maps. Misschien kan je het mooi vinden van Amsterdam. Ja, leuk. Ik ga zo even kijken. Oh, hier Amsterdam. Of course. Oeh. Prachtig. I love it. Kleurtjes. Echt mooi. Blikken. Amee. Kijk, ik vind altijd die cropped spijkerjasje vind ik zo leuk. Als ze van zichzelf gekropt zijn, hè? Dat is... Ja. Oh my god, hoe cute. En deze? Oh cute. Zo cute. Hoeveel is die dan? Wat vinden we hiervan? Deze een tientje. Oh. Kikkies. Ja, ik match met de outfit. Altijd haar kleur, ja. Ik vind deze is ook heel cute, maar inderdaad, er zit een vlek op. Maar kijk hoe cute. Nee, ik ga die andere nemen. My love this. Zo apart. Echt? Beetje. Oh, kut. Maar deze is maar 10. Deze kan ik ook voor festival of zo, dus misschien ook wel leuk. Ik vind dit echt... Ik weet niet of jullie me horen door deze muziek, maar... Look, ik weet niet, ik vind het zo mooi. Kijk. Ik ga vragen hoeveel het kost. Nee, stil, stil, stil. Huh? JPB Vintage. Nee. Ik wil net zeggen, hoe is hetzelfde? Johannes? Hi. Dit is het, JPB Vintage. Ik zweer het. Wat zoeken jullie namen? Nee, niks hoor. Weet je nog niet? Je oog moet er nog op vallen. Precies. Nou, daar ga ik nu mijn best voor. Kijk, de sprinten, die tassies. Ach, zo leuk. I love it. Oeh. Dit is niks voor jou. Wat vinden we hiervan? Mooi. Best wel leuk, hè? Ja, mooi. Alleen ik vind zeg maar de voorkant dus. Dat vind ik niet zo. Oh, maar de achterkant wel. Live over YouTube. Dat is wel cool. Superleuk. Die moet je nemen hoor. Ik ga even kijken of we twee tassen. Meneer, hoeveel vraagt u eigenlijk voor die tassen? Die kost 15 en die kost ook 15. Oh. Nou, vind ik nogal wat. Ja, kunt u hem... dat duur? Nou, dat is... best wel. Dit is geen merk toch? En die ook niet toch? Dat is leer. Dat is, kijk eens, 100% mooi leer. Kunt u een prijsje maken voor twee? Nee, dit is gewoon een Zara tasje. Hoe weet je dat? Staat erin. Oh. Gewoon Zara. Het is gewoon Zara. Yay. Love it. Let's go. Ik ga zo eentje nemen. Yay. Ja. Yeah.
pretty voor maar 2 euro. En of course heb ik mijn ijslatte. Nee, wil je niet proberen? Wat? Je krijgt er mee gewoon niet aan de ijskoffie. Het is gewoon ongelooflijk. Ik vind het gewoon echt niet lekker. Maar zelfs deze, dit is echt de beste van de beste van de beste van de beste. She's blij. Yes, de statief. Oeh, portemonnee. Ik moet wel even portemonnee hebben. Ik heb echt alleen maar een mooie tas gezien vandaag. Dus wil jij de eerste keer zijn van dat je die nooit kon vinden? Nee. Is weer iets. Zijn we net al geweest, maar hè. Kijk, zie opeens dit. Hij kan of leuk staan of tokkie. Let's go. Hij zou jou ook mooi staan. Oh. God. En? Ja, ik zie nog niks, schat. Maar je staat zo? Ja, maar dat komt omdat hij super groot is. Maar wacht even. Ik wacht maar. Ja, ik ga nergens heen. Altijd even. Ja, nee, het is heel groot bij je body, zeg maar. Ik wacht. Je kan het altijd fixen, my friend. Hij is helemaal niet lang. Ik denk dat jij aan het editen bent. Het lachen nu. Zo cute. Wat hoe cute is dit, Emmy? Pas bij mijn outfit. Ik zoek een portemonnee. Jongens. Ik heb een portemonnee gevonden. Hij past bij alles. Jee. Bij heel mijn kledingkast. Ja, hij past letterlijk bij alles. Ik ben echt blij. Look at all of this. Oh my god. Kijk, ik zag dus die tas voor ME. Maar hij is helemaal beschadigd. Zo set. Alles is 1 euro, hè? Nou, succes. Kijk die Adidas. Kijk deze. Ik zie, ik heb geen spiegel, dus doe ik maar wat in mijn leven. Oh, hij is leuk. Hij is echt. Hij is natuurlijk niet gestreken en zo, maar. Leuk. Maar zo cute, ja. Laten we verder zoeken. Laten we verder zoeken. Ik leg jullie weer verder. En mee en ik hebben al spullen gedropt, want. De zoektocht begint. Oh god. Waard, hè? Ja, is het waard. Hier, wil dan Brett. Bretteke. Ik hou hiervan. Hé, hey, een wit shirtje. Kijk. Nee, sorry. Je kan er dan niks van maken. Je kan er echt niks van maken. Is het een... Hè? Heb ik het mis? Oh, nee. Nee. Wacht. Zo. Oh, het is een broek. Daar. Ik dacht zo. Ja, dat is het. Mee vindt deze beauty villa jas, maar helemaal geel. Zien jullie dat? Echt kut. Maar volgens mij is alles wel een euro hoor, Em. Kijk, er staat een bordje. Nou, zult het vragen, of niet? Van wie eigenlijk? Ja, weet ik eigenlijk niet van wie dit is. Dat is van hem. I don't know. Van wie is dit eigenlijk? Van die meneer. Ja. Oké, ga ik zo even aan hem wat vragen. Dank u wel. Kijk, ik vind net deze rok. Van de monkey. Hup, daar gaat ze. Ik vind hem heel... Ja, ik sta aan de verkeerde kant. Wacht. Wow. Oh. Zie die film, maar... Is het leuk? Ja. Goed, je kan het even. Oké, als je even gaat pauzeren, dan kan je terugkijken. Oeh, Vogue, give me more. Nou, mevrouw, ik ga hem hier erbij halen. Okay. We hebben de buiten gevonden. Wat is dat? Oh. Een heel klein broekje. Ja. Nee, misschien toch niet. Ik kan één been doen. Hoort hij niet daar? Nou, ik denk, misschien is het wel goed. Ja, maar wij hebben dit. Oh, het is van de 1 euro stapel. How much are these bags? Wat is dit? Oh. Is het 1 euro stapel? 1? Zo? Super wit. Nou, echt
Ja, maar wacht, wacht, Em. Oh, oh. Nee, helemaal vlek. Oh, zie je. Kijk. Nee. Oh, joh. Ja, maar het komt zo'n zak. Maar, hoeveel? Wat, welke maat is dit? Kijk hoe leuk, dit pas ik. Ga erbij zitten, maat. Weet je wat? Ga ik ook doen. Hoe lang blijft dit? Hoe lang blijft hij hier staan? Ja, nu op de grond, we hebben niet heel veel. Dus je hebt kans dat we pas om 17:15 gaan beginnen met elkaar. Oké. Okay. Ja, maar het is ook niet super schoon. Nee. Ja, maar ja, je leeft maar één keer. Maar eerst vond ik dit ook vies. Dus ik kan me het niet voorstellen, maar ik heb er overheen gezet. Ja, en nu ben je een addict. Nu ligt het. Ja, ik vind dat dus ook. Dat zou leuk zijn. Ik vind dat ook echt leuk. Jongens. We are very geslaagd. En mee heeft canvastas vol. Kijk er, kijk er, kijk er. Ik heb deze helemaal vol. Oké. Mijn hele tas zit vol. Ik ga thuis laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Want ik kon natuurlijk niet echt veel passen op de markt. Dus ik zie jullie thuis. Toen ik gisteren dus thuis ben gekomen, heb ik gelijk dit in de was gedaan. En ik heb het nu voor het eerst aan. En oh mijn god. Is dit een look? Of is dit een look? Ik vind het zo leuk. Het broekje past. Het enige wat is met van die broek is meestal, ja, you know. Dat is het wel een beetje. Het is echt fijn, want hij stretcht zeg maar heel erg. Dus hier stretcht hij gewoon. En hier was hij ook zeg maar niet te strak. Dus hij is echt gewoon helemaal perfect eigenlijk. Hij past perfect. Hij is high-waisted. Nou, voor 1 euro. Oh mijn god. En dan mijn blouseje. Deze was ook 1 euro. En ik vind het zo'n leuk outfit. En kijk, met mijn tasje erbij. Kijk eens aan. I'm ready for summer, for summer festival. Oh, dit is echt zo leuk. Opgeknoopt. Want hij is best wel groot verder. Maar I love it. I love deze look. En ik vind het leuk dat hij hier wat oversized is. Ja! Yeah! Deze was dus 1 euro, 1 euro. En mijn tasje 5. Dus in totaal 7 euro. Oké, even nog de blazer passen. En dat had ik nog meer gekocht. I love it. Ik vind het echt super mooi dat hij zo oversized valt. Misschien niet echt per se op deze broek, though. Maar deze was 5. Dit was ook 5. Super mooi. Had natuurlijk nog mijn tassie. En deze was 7 euro. Maar ik vind het echt super leuke outfit eigenlijk. Yes! Oh mijn god, ik ben er echt heel blij mee. Echt super goed geslaagd op Waterlooplein. En natuurlijk mijn Tommy Hilfiger trui. Maar deze had ik natuurlijk al gezien, maar ik laat hem nog even zien. Echt ook super leuk als outfit. Ik zeg, ik ben weer geslaagd. En ja, Waterlooplein is echt een aanrader. Dus ga er zeker heen.